eindelijk. Je denkt, waar heb je het over? Nou, heel simpel. In 2011 liet Seat voor het eerst de IBX concept zien. En nou ja, dat moest dan de crossover worden. 2011. En ondertussen zitten we halverwege 2016, lieve mensen. En het is nou niet zo dat crossovers niet verkocht worden of zo. Want kijk eventjes gewoon in het straatbeeld hoeveel Qashqais en Tucsons en Tiguans je rond ziet rijden. Het zijn gewoon hele populaire auto's. En Seat moest daar ook een keer wat mee. Want nou ja, hè, Seat op zich niet het meest succesvolle merk van de afgelopen 10 jaar. Het gaat wel een stukje beter. Dus begin dit jaar, eerste kwartaal, daadwerkelijk ook een fatsoenlijke winst gemaakt. Daar zijn ze blij mee. Maar deze auto, de ATK, zoals ze hem genoemd hebben bij Seat. Deze auto moet echt gaan zorgen dat er heel veel meer verkocht gaat worden. Seat heeft het zelf over dat ongeveer 25% van het volume straks ATK's gaan zijn. De basis, die kennen we natuurlijk. Eigenlijk Volkswagen Tiguan MQB platform. En motorisch gezien, nou ja, ook bekende blokjes dus. De 1 liter 3 cilinder, dat is het instappertje. Dat is een 1.0 en die heeft 115 pk. En dan hebben we nog een 150 pk 1.4 en dan houdt het qua benzinemotoren eventjes op op dit moment. Dan zijn er ook diesels en ook die begint bij 115 pk, dat is dan de TDI. En dan hebben we de 1.6 TDI met 150 pk, net zoals bij de benzinemotoren eigenlijk, die twee smaakjes. En dan hebben we nog de topversie, die hebben wij vandaag bij ons uiteraard. En dat is de 190 pk 2.0 TDI. Al die blokjes die zijn te krijgen met vierwielaandrijving. Optioneel, behalve de 2 liter TDI, die heeft hem standaard en die heeft ook standaard een DSG versnellingsbak. Al die gedeelde techniek en motoren en zo, dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Het MKB platform, ja, we kennen het al en we weten wel dat het oké is. Dus ja, eigenlijk moet Seat zich vooral onderscheiden met het ontwerp van de ATK. Ja, dus misschien is het goed als ik even uitstap, dat we samen even om die auto heen lopen. Motor even uit. Hoppa. Kijk, want Seat had natuurlijk al de beschikking over alles wat Volkswagen gedaan heeft met bijvoorbeeld de Tiguan. En dat brengt me meteen wel een beetje bij een probleempje. Het is nogal, ik vind het eigenlijk nog wel een generiek design. Als hier een Audi logo op zou zitten, zou jij geloven dat het een Audi was. Daar ben ik van overtuigd. Maar wel de herkenbare Seat. Eigenlijk is de voorkant nog het meest herkenbaar als Seat. Koplampen eigenlijk één op één gekopieerd van de Seat Leon. Dat gaven de designers ook aan. Dat ze echt heel erg hebben gekeken naar de lijnen van de Leon. En dat trekt zich door aan de zijkant. Maar ik vind bijvoorbeeld deze vouw, dat is ook iets wat je typisch bij Audi terug ziet komen. Die onderste rand, dat hebben de designers dan weer gedaan om, om je een veilig gevoel te geven. Dus je ziet die robuustheid van de auto als het ware daardoor. En wat ik ook opvallend vind, is dat de wielkasten, die zijn net niet helemaal 100% rond. Die hebben een beetje het vierkante wat de vorige generatie Tiguan ook had. Ik ben eigenlijk stiekem heel benieuwd als we de onderdeelnummers gaan checken of dat misschien niet stiekem een paar spatbordranden zijn die ze nog hadden liggen. Heeft Seat natuurlijk al eerder een keer gedaan, hè, met de Exeo. Ja, en bij de achterkant, dit vind ik eigenlijk nog het meest, zeg maar, generiek. Ik zweer het je, als ik dit doe en zo. Nou zie je echt niet wat voor merk auto het is. En dat vind ik ergens wel jammer. Seat had altijd een heel eigen design en dat is een beetje verloren gegaan. En dat, weet je, vroeger hadden ze de slogan auto emotion en ja, dat wordt nu created in Barcelona. Ja, ik weet niet. Ik vind het eigen imago een beetje weg. Ik vind het zeker geen lelijke auto, laat ik dat ook benadrukken. Want ik vind het echt wel een mooi ding. Maar ja, vroeger was het allemaal net iets gekker bij Seat. Het wordt allemaal iets meer mainstream. Ook van binnen, niet heel uitgesproken, maar ik moet wel zeggen, hier is wel heel herkenbaar het Seat gevoel, zeg maar, wat je ook van de Leon krijgt. Sterker nog, ik denk, je hebt gezegd dat ze gewoon de dashboards gekopieerd hebben. Het is alleen een iets hogere middenconsole, maar verder is die auto eigenlijk van binnen redelijk hetzelfde als de Seat Leon. Niks mis mee, ook niet heel speciaal, gewoon netjes, strak. Wat wel ook heel veel in deze auto zit, is techniek. En Seat wil daar echt wel gewoon een statement mee maken, weet je. Het is een auto, ze willen graag die sportiefheid, maar ze hebben er zeker ook heel veel gadgets op gestopt. Zodat je eventueel wel, stel je hebt een hele hobbelige oprit, dat je er wel fatsoenlijk afkomt. En Seat heeft voor ons een parcoursje klaargezet, midden in Barcelona, om eens even te kijken wat het ding allemaal kan.
ziet, als je voor zo'n 4-wiel aangedreven versie van de ATK gaat, dan krijg je best wel wat techniek mee waar je nog wat mee zou kunnen. Hè? Als je een hele slechte, hobbelige opzet hebt. Maar het is natuurlijk allemaal techniek die je in de praktijk niet heel erg vaak gaat gebruiken. Wat je wel vaak gaat gebruiken, is waarschijnlijk die camera's die erop zitten. Er zitten 4 camera's op de auto, voor, achter en op de spiegels. En die geven een 360 graden beeld en dat doen ze heel leuk. En Seat heeft ook nog eventjes een ATK klaargezet met dichtgeplakte ramen, zodat we niet naar buiten kunnen kijken. En dan gaan we even, als ware het een soort PlayStation spelletje, gaan we eventjes een urban parcours verkennen met alleen die camera's. Seat doet nogal een claim, want Seat zegt zelf, we hebben de best rijdende SUV gemaakt. Dat vind ik nogal een bout statement, want bijvoorbeeld de Tucson en de Q3 rijden ook zeker niet slecht. Het zijn fijnrijdende auto's. Ik moet zeggen, het valt me niet tegen. Je hebt niet het idee dat je in een SUV eigenlijk onderweg bent. Het is meer alsof je in een hatchback een beetje aan het sturen bent. Het is echt wel, houdt zijn voetjes goed in de grond, om het maar eventjes leuk uit te drukken. Nee, hij is echt, hij stuurt echt wel goed. Kudos voor Seat, want dat hebben ze dan toch echt wel goed voor elkaar gekregen. Uiteraard natuurlijk, als je uiteindelijk wat hard in bocht gaat, krijg je gewoon koning hondenstuur. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal tegenwoordig in veilig geëngineerde auto's. Maar zelfs op een beetje zand zou je nog best een beetje kunnen glijden en gek kunnen doen als je dat zou willen. Je kan helaas niet helemaal de systemen uitschakelen, maar je kan wel de sportstand kiezen en dan kan je een beetje leuk doen met deze auto. En de Seat Ateca, ik zei volgens mij een paar keer Ateca, maar ik bedoel Ateca, want zo heet het plaatsje waar de auto naar vernoemd is. En dat is ook meteen de enige betekenis. Ze vonden dat gewoon leuk klinken en paste wel in de lijn van wat ze al hadden. Dus dachten ze, prima, dat wordt de naam. Maar die Seat Ateca, alles bij elkaar, is best wel een goede auto. Het lastige is dat voor mijn gevoel niet echt heel erg een onderscheidend ding is. Los van dat hij lekker stuurt, maar ik vind hem wat algemeen. Ik vind Seat wat algemeen worden ook überhaupt hoor. Want ook de Leon is niet meer de meest spannend vormgegeven auto in het segment, denk ik. Dat is ergens wel jammer. Het is te begrijpen, want het verkoopt natuurlijk goed. Hè? Ik bedoel, mensen willen niet al te uitgesproken looks. En als ze dat wel willen, kunnen ze altijd nog een Duke kopen. Dus dat vind ik een beetje het lastige eraan. Maar tegelijkertijd is het wel gewoon een goed aanbod, denk ik. Het is een nette auto. Hij is qua prijs, hij zit net onder de Tiguan uiteraard. Maar hij is een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Qashqai of dat soort auto's. Dat betekent dat je vanaf 26.000, 27.000 euro kan je de instap benzine kan je kopen. En vanaf net geen 30.000 euro kan je gaan dieselen. Helemaal prima. Zoals we dat gewend zijn eigenlijk van alles wat Volkswagen concern. We kunnen dus niet verwijten dat we niks te kiezen hebben bij Volkswagen. Want er komt natuurlijk ook nog de Skoda Kodiaq. Die komt er ook nog aan. Dus dan hebben we nog een crossover in dit segment. Dus dan kan je eigenlijk gewoon in alle ranges kan je wat kiezen. En als je dan de best sturende wil, dan kom je waarschijnlijk bij deze uit.